Als je wil dat de fiscus je beroepskosten terugbetaalt, moet je kunnen aantonen dat ze echt betrekking hebben op je activiteit of noodzakelijk zijn om je bedrijf draaiende te houden. Sommige beroepskosten zijn integraal aftrekbaar. Dat betekent dat je het totale bedrag ervan kan aftrekken van je omzet. Hoe meer kosten, hoe lager je netto-inkomen en hoe minder belastingen en sociale bijdragen je betaalt. Typische voorbeelden van volledig aftrekbare beroepskosten zijn huur, verwarming, telefoon- en kantoorkosten en je sociale bijdrage. Sommige beroepskosten mag je maar gedeeltelijk aftrekken, zoals restaurantkosten en relatiegeschenken. Als vrij beroeper of bedrijfsleider kan je ook kiezen voor een forfaitaire aftrek van beroepskosten. Maar dat forfait ligt vaak lager dan je werkelijke beroepskosten, zodat je uiteindelijk toch beter voor de papiermolen kiest.